Welkom bij weer een nieuwe video. Waarom heb jij een doekje voor je mond? Wat is er gebeurd? Mijn tand is uitgevallen, mijn tweede. Is je tand eruit gevallen? Oh ja, hij ligt hier. Dan mag ik het gaatje in je mond even zien? Even kijken. Oh ja, prachtig meis. Wow, jij gaat snel. Nou, daar neem ik me ook een paar stukjes op. Het sneeuwt weer vandaag en ik ben nog steeds ziek. Mama. Hallo jongen. Mama, kijk eens, ik heb deze avond. Oh, mooi armbandje. Heb je die van school meegenomen? Ja. Oké. Okay. Van wie heb je die gekregen? Wil je even je handjes vassen, Torben? Nee. Ja, dan ga je eerst even handjes vassen. Nee! Dat doen we toch gewoon altijd als wij uit school komen? Kom, gaan we het samen doen. Nee. Wat samen doen of zelf? Hallo meisje. Ik heb ook een armbandje. Ja, ook een armbandje. Nou, die mag ik straks zien. Oké. Okay. En dan mogen jullie mij ook alles vertellen over de armbandje. Kom maar neer. Ga de handen wassen. Ja. Dan kan je daarna je armbandje openmaken. Mama? Met mama, zeker. En dan kan ik die om mij heen doen. Precies. Oh meis, dat is ook een mooie. Heb je die gekocht of heb je die gekregen? Gekocht. Oh, oké. Okay. Met geld. Met het geld dat in je tas zat. Je hebt hem niet gekocht, toch? Nee, Torm heeft hem gekocht en aan mij gegeven. Oké. Okay. Vandaag is het een heel gekke dag. Vandaag heeft hij gesneeuwd op de tweede dag van maart en van de lente. Hoe denk je die dan nou? Dat kan toch niet? Jullie denken misschien, nou dat kan helemaal niet. Maar vandaag is het wel, kijk. Op de auto ligt sneeuw. Eten wij nou gewoon donderdag taartjes, jongens? Mama. Nou, neem maar een lekkere hap, hoor. Eet smakelijk. Als die te heet is, Torben? Ja, uitspugen, als die te heet is. Even, laat maar even liggen, gaan we straks wel verder eten. Is het van jou ook heel erg heet, Robby? Niet heet van mij. Niet heet? Oké, nou, ga dan maar weer hapjes nemen. Is het lekker of is het niet lekker? Ja, het gaat beetje bij beetje beter. Ik ben nu een weekje ziek of zo, maar mijn hoofd zit vooral nog heel erg vol. Dus echt veel dingen doen, dat lukt nog niet. Maar ik hoop binnenkort toch wel weer alles te kunnen doen. De buurman belde net. Hij had even een rondje gelopen op de camping. Want in de buurt, een stukje grond ernaast, was er brand geweest en de brandweer was geweest. Maar hij had gekeken en bij ons was alles gelukkig goed. Nou, daar ben ik blij om, want de burgemeester had al via verschillende mensen vorige week laten weten van je moet even je gras maaien, want er in de buurt wordt toch allemaal dingetjes in de fik gestoken en anders kan bij jou ook alles in de fik gaan. Ja, ik was het van plan te doen en toen werd ik ziek, dus nou ja, voor als het er nu uitziet, is het nog goed op de camping, maar ik hoop er snel naartoe te gaan om het gras een beetje te kunnen maaien. Hebben jullie vandaag nou weer zo'n lekker cakeje? Mm-hmm. En wat vind je het lekkerste van het cakeje van deze? De bovenkant of de binnenkant of de buitenkant? Alle. Alles. Ik vind de hele onderkant en de inside. Oh, oké, wat binnenin zit. Oké. Okay. Maar dan is het niet heet. Hij is nu niet meer heet, hè? Nee, want hij komt nu niet uit de oven.
buik. Oké, en nog meer? Mijn voet doet ook pijn. Oké. En heb je nog iets anders? Mijn oor. Oké, welk oor? Deze. Oh. En welke voet? Deze. Voor jou een autootje. Oh, dat is fijn, dankjewel. En nog een autootje. Ja. Nog een autootje voor jou, wat? Ja, deze zie je. En nog een auto voor jou? Ik ga wel even je sok uitdoen. Dat is goed hoor. Kijk. En nog een autootje voor je. Oh ja. Het gaat weer stukken beter, dus volgende week gaan we weer wat dingen op de camping doen. En als het mee is, dan hebben we ook ineens ramen in het toiletgebouwtje. Mm. Dit was de video weer voor deze week. Doei, doei. Doei, doei.